En ik zou zeggen, zonder hem hadden wij waarschijnlijk de Champions League nooit gewonnen. Wanneer de kermis langskwam en dat ik om 7 uur terug moest. En dat mijn vrienden om 7 uur eigenlijk naar de kermis gingen. En ik vanuit mijn kamer moest kijken hoe ze plezier hadden en zo. Deed dat niet pijn? Dat, als kind tuurlijk, ja, tuurlijk doet dat pijn. With All Stars komt dus uit het feit dat wij sport als een pilaar zien. Een van die pilaren. Om dus te gaan communiceren, om te gaan connecten en om impact te gaan maken. Ik denk dat het te maken heeft met mijn manier van leven. Ik ben eigenlijk constant een wereldburger geweest, of van heel jong. Dus je hoort overal bij, maar je hoort ook overal niet echt helemaal bij. Ik heb zoveel momenten, dat ik eigenlijk moet erop lachen, dat ik helemaal stuk was in de wedstrijd. Gewoon kapot. Op dat moment, want ik had misschien een paar acties gemaakt en zo. Dan moest ik even uitrusten, maar die tegenstander keek naar me. En dan keek ik gewoon, ging ik heel zachtjes ademen, weet je. Terwijl eigenlijk wil ik gewoon met mijn tong op de grond staan. Maar dan gewoon, en dan weet ik van, die gaat niet diep. Die gaat nu niet diep. Hoe is Ramadan voor jou nu? Ja, lekker, ik geniet ervan. Ja. Ik ben gestart voordat ik ben bekeerd. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Lick, okay? Okay? Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, aight? Nando Lick. Yeah, what up, it's your boy Fernando. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk, de podcast waarbij de diepte ingaan, waarbij je mensen beter leert kennen. Het echte verhaal achter een persoon. Vind je het kanaal al tof en denk je, oh ja, maar dit, ja, like, subscribe, abonneer. Dat zijn de dingen die je moet doen, ze kosten je niks. Maar ik zeg altijd, delen is vermenigvuldigen. Dus als je liefde wilt delen, stroom erin en dan gaat het vanzelf vermenigvuldigen. Dus like, subscribe, deel. De man die ik vandaag in de beelden heb, ze noemen hem Mr. Champions League. Waarom? Hij is misschien wel een van de beste clubvoetballers aller tijden. Hij durfde nee te zeggen tegen Real Madrid toen hij 15 was. Op zijn 16e debuteerde hij bij Ajax. Besef hè, 16. Die man heeft 4 Champions League op zijn naam. Die man is altijd maatschappelijk betrokken. De man is slim. De man is gewoon multi-inzetbaar. Kan met links en rechts gewoon voetballen. Tak, 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 tak. Hij is een legend. En je weet, legends geven we love. En ook hier, right here in Real Talk, Clarence Seedorf. Welkom, Clarence. Dankjewel, dankjewel. Ja, man. Welkom. Dankjewel voor de warme welkom. Ja, alleen maar liefde, man. Heel veel mensen die hebben me bericht. Van, ik kom Seedorf. Ik zeg, hij komt snel. Hij komt snel. Maar ik vind het belangrijk om in deze conversation jou beter te leren kennen. Dat de mensen die nu kijken jou beter leren kennen. We hebben je in heel veel interviews al voorbij zien komen over de jaren. Je bent een legend. Je hebt 4 Champions League titels op je naam. Je bent de grootste voetballers aller tijden gevoetbald. Ronaldo, daar heb je ook bijzondere verhalen over. Je bent nog steeds bevriend. Je bent met zijn wedding geweest. Je bent bekeerd. Je bent bezig met BIF All Stars. Zoveel dingen om te bespreken. Maar laten we beginnen bij het begin. Want heel veel mensen die deze podcast beluisteren en bekijken hebben misschien ook dromen, zijn ook gemotiveerd om iets te worden. Jij wist al heel jong al wat je wilde worden. Op 15-jarige leeftijd leerde jij het magische woord nee te gebruiken. Je zei nee tegen Real Madrid. Waarom? Ja, dat was eigenlijk in combinatie met. Nee zeggen begon eigenlijk ietsje eerder tegen bepaalde andere zaken. Zoals het laat maken bij feestjes. Eerder terug, want energie moet bespaard worden. Je moet nog studeren, combineren van die zaken. En tegen nee tegen Real Madrid kwam in combinatie met gesprek met mijn ouders. We hadden natuurlijk wel het besef wat voor club dat was. Maar ik had mijn school nog niet afgemaakt. Wat gewoon centraal stond. Educatie stond centraal. En ook het feit dat we niet haastig wilden zijn en we ook in onszelf geloofden. Van, ja, dit is misschien even te vroeg, maar hè, in de toekomst kan er altijd nog wat gebeuren in die zin. En ik had er eigenlijk helemaal geen moeite mee. Het was een beslissing van, je moet gewoon je school afmaken. En dan zullen we naar andere dingen kijken. Nou, dat is goed. Okay. Ja, en we zijn meteen verder gegaan. Ja. Die ouders die hadden de visie al van eerst school. Dus dat was echt vanuit... School was belangrijk. Ja. Ik moet zeggen, in onze familie... Waarschijnlijk komt van mijn opa zelfs al. Die gaf daar gewoon heel veel waarde aan. En dat komt ook van het feit van... die hebben het minder
kunnen hebben van scholing en educatie en al dat soort dingen. Dus die willen die kinderen dat wel worden. We hebben heel veel advocaten. In onze familie gaat op een gegeven moment in de medische wereld waar mijn ouders en beiden zaten. Dus dat heb ik meegekregen. En ik vond het zelf ook belangrijk. Ik vond het leuk. In principe school leren vond ik leuk. Ja. Nu waren die jaren, specifieke jaren, wel wat zwaarder hoor. Want de combinatie met studeren. Ik heb toch een jaartje eigenlijk gemist. Ik heb op een gegeven moment mijn examen gedaan. En had ik 1/10 tekort. Heb ik het hele jaar over moeten doen. Ja. Dat was een lering voor mij. Zo. Ik was zo pissed off. Ik was echt, kijk, want toen heb ik dat jaar lopen calculeren. Ik heb voor die klas heb ik zoveel nodig. 6, daarvoor 7. Ik was goed in geschiedenis. 8, en dan kon ik het compenseren. 1/10. Ja. Dus ik zeg, nee, dat is niet de manier. Dus ik heb mijn organisatie het jaar erop was compleet anders. En dat kwam door mijn vermoeidheid dat ik die calculatie ging maken. Want het was gewoon, er waren hele lange dagen. Je gaat trainen, je komt thuis en dan moet je de energie hebben om nog te gaan studeren. Dat doe je dan, maar ik heb zo vaak even mijn moeder mijn bed moeten, of wakker moeten maken zodat ik op mijn bed ging liggen, omdat ik nog met mijn hoofd op die boeken zat op een gegeven moment. Want fysiek vroeg het van mij natuurlijk meer dan misschien van die anderen, omdat ik nog een keertje ging trainen daarvoor. En dan kom je thuis, eet je wat en dan moet je nog 3 uurtjes gaan studeren. Dat was niet altijd makkelijk. Ja. En toen heb ik dus gezegd, ik ging dus naar die lessen in dat jaar dat ik die 1/10 te weinig had, te kort had. Maar dan was ik gewoon aan het slapen tijdens die lessen praktisch. Want het was gewoon te moe. Was vermoeid. Ja, daarop heb ik het anders aangepakt. Ik zeg van, ik ga niet naar die lessen. Dus ik slaap gewoon een uurtje langer. Ik maak afspraken met die docenten. Om na mijn school, of na mijn trainingen, gewoon langs te gaan bij ze. Dat heb ik ook gedaan. Vooral voor Duits was dat toen. Ging bijles. Of eigenlijk was die les die ik gemist had. Die kreeg ik dan gewoon na mijn training. Ja. En dan kon ik op niveau blijven, maar ik kon rusten. Dus alles wat ik deed was meer kwaliteit. Ah. Dus in de ochtend kon ik gewoon dat uurtje extra pakken, wat voor mij alles uitmaakte. En daarna zorgde ik gewoon dat ik die lessen gewoon oppakte. Dus ik verloor in principe geen lessen meer. Ja. En vingers in de neus in principe daarna mijn examen doorgelopen. Maar wel slim, want op een gegeven moment, ik denk dat het ook de inzichtelijk vermogen van jezelf is. Dat je dan een situatie hebt, je leert ervan, je analyseert waar ging het fout en je past gelijk iets nieuws. Oplossingen. Zeg maar, ja, ja. Ja, oplossingen. Oplossingen en oplossing denken is ook iets wat je zelf kan trainen. Je kan wel blijven kouwen op de problemen, maar daar komen we niet heel veel verder mee. En dit zijn dingen die je ook toepast op het veld ook? Ja, het wordt je eigen. Kijk, als je een oplossende denker bent, dan neem je dat eigenlijk mee in alles wat je doet. Ja. En op het veld word je ook nog een keertje, zeker in toen die tijd bij Ajax was het een beetje gepoest in die richting altijd. Om aan oplossingen te denken. Dus ik denk dat het voetbaltechnische gedeelte, dat is vaak heel natuurlijk. Soms heb je gasten die heel veel talent hebben en hele goede oplossingen vinden. Maar is dat nou een bewust proces? Ja. Dus ik denk dat wanneer we praten over echt oplossingen vinden, dat het niet vanuit intuïtie komt, maar echt vanuit een proces dat je zelf inzet. En dat heb ik vooral buiten het veld gedaan. Zoals in deze, maar ook met het fit blijven. Wat moet ik daarvoor doen? Want ik zie van ja, heel veel jongens raken geblesseerd. Sommigen doen misschien niet genoeg daarbuiten. En dan kan ik kijken, oké, hoe kan ik het wel doen? Hoe kan ik het oppakken? Ging ik plannen maken? Ik was heel veel van plannen uitschrijven. Ja, je ging gewoon echt? Ja, okay. Ik schrijf nog steeds dingen die misschien veel later gebruikt gaan worden. Maar plannen uitschrijven met een specifieke doelen. Ook gewoon ideeën hoe ik dingen wil doen. Dat heb ik heel vroeg ben ik gaan schrijven. Voor die dingen. En je ziet het ook voor je. Want ik weet nog een van je interviews. Maar was je 16? Of met Wilfred Gené. Die ging jou vragen van. Ja, nou hoe zie je jezelf? Jij gewoon gefocust. Ja, hij gaat gewoon redden. Gewoon met die confidence. Met het zelfvertrouwen op zo'n jonge leeftijd. Waar best wel veel spelers nog onzeker kunnen zijn, want je weet niet wat de toekomst brengt. Wat was het waardoor jij op zo'n jonge leeftijd al wist van, ik ga het maken? Zag je het allemaal voor je? Had je het allemaal uitgeschreven en uitgestippeld? Nee, kijk, het begint met de droom, heb je goed gezegd. De passie, de droom, die is daar.
ja, ik was voor mij was het duidelijk wat ik wilde doen in mijn leven als voetballer. En wat ik ervoor nodig had om daar te komen. Dus, en wat ik ervoor moest laten. Dat vond ik geen probleem. En dat is dan eigenlijk al een plan. Ja. En daarna leer je natuurlijk van de mensen om je heen. Ik moet zeggen, blessed with great parents. Hoe belangrijk waren zij voor jou in jouw succes? Ja, nou, mijn succes, ik wil dat niet zo zeggen. Ze waren belangrijk in mijn vorm. En vooral in hetgeen wat je net aangaf, de zelfvertrouwen. Mm-hmm. Kijk, ouders zijn in principe de personen waar we mee opgroeien, waar je die oké van wil. Mm-hmm. En de manier hoe ze dat gedaan hebben, ja, daar heb ik wel heel veel respect voor en dankbaarheid voor. Want het was een dialoog, maar het was ook prikkelen. Het was ook kritiek. Het was ook opbouwende kritiek, maar het was kritiek. Het was op altijd, spel van, ja, dat kan nou, gewoon, nou, niet huh? alleen op spel. Kijk, het spel is eigenlijk een consequentie van heel veel andere zaken. Kijk, mm-hmm. Op het moment dat jij met discipline wordt opgegroeid, dan neem je dat mee in alles wat je doet. Dat zijn die aspecten. Als ik heb leren nee heb leren zeggen tegen wanneer de kermis langskwam. En dat ik om 7 uur terug moest. En dat mijn vrienden om 7 uur eigenlijk naar de kermis gingen. En ik vanuit mijn kamer moest kijken hoe ze plezier hadden en zo. Dat doet niet pijn, want als kind. Tuurlijk doet dat pijn. Ja. Maar je weet waarom je het doet. En dan de dag daarna hoor je, was een gevecht hier, was dit en was dat. En ik denk dat... Ik was een bewust kind, dus ik kon echt goed luisteren naar goed advies. Rook niet. Ik heb nooit een sigaret aangeraakt. Rook niet omdat 1, 2, 3. Dan ging ik denken, waarom zou ik iets gaan doen wat ik al weet dat slecht voor me is? Ik heb nooit geprobeerd. Drinken, nooit geprobeerd. Nou, zeg ik dat iedereen dit moet doen. Maar voor wat ik wilde worden, ging het mij niet helpen. Zaken te gaan uitproberen. Dus... de informatie, advies die ik heb gekregen, heb ik wat mee gedaan, wat belangrijk is. Maar nog meer is dat de discipline die ik heb gezien van mijn ouders, die naar hun werk gingen, 's ochtends, nachtdienst, lange dagen terugkomen, al die organisatie. Ik heb die dingen op een bewuste manier meegemaakt en gezien. Ja. En daar, ja, dat vormt je ook. Ja. Dus het is niet alleen maar wat ik heb gehoord, maar ook wat ik heb gezien. En je hebt soms ook bij voetballers dat ze de droom ook hebben. Want heel veel van wat wij bereiken en doen in het leven, de basis vindt zich altijd in onze jeugd. In hoe we zijn opgevoed, ja. De rollen van onze ouders, de omgeving. Bij veel mensen die ik ook heb geïnterviewd, dan hoor je ze altijd van, ik wil mijn ouders goed zetten. Ik wil het maken zodat ik hun goed kan zetten. Was het ooit ook een drijfveer van jou om iets voor je ouders terug te kunnen doen? Nee, want ze hebben nooit laten zien dat ze het zo slecht hadden. Waar het hartstikke moeilijk, maar dat is nooit. Ze hebben het nooit gebruikt of misbruikt of als motivatie gebruikt voor mij. Dat heb ik, moet ik eerlijk toezeggen. En er zijn ook andere mensen, zeg maar, zoals de gymleraar. Die had ik een paar dagen geleden weer een van ze gezien. Een paar meesters op scholen. Die zijn mensen in mijn jeugd geweest die gewoon impact hebben gehad, positief, om de persoon die ik was, de karakter die ik had, om dat zeg maar niet te besmetten. Want dat is wat vaak gebeurt. Je hebt gewoon soms jongeren met een bepaalde persoonlijkheid. En ik had een sterke persoonlijkheid, ik had een sterke mening, ik had een visie, ik had een opinie over zaken. Maar ik vond het ook heel interessant om te luisteren, om te leren van anderen. En vooral van ouderen. En er zijn altijd dat soort mensen die bepaalde momenten iets hebben gedaan. Dat ervoor zorgt dat je in die zone blijft. Ja. In die zone van je kracht. Dicht bij je droom. En ja, al deze mensen die ik nu opnoem, die hebben daar zeker voor gezorgd. En dan praat ik over tot mijn 13e, 14e, 15e. Ja, dat je die mensen gewoon constant blijft hebben. En soms zijn het coaches die ik heb gehad. Ik was ook aan het vertellen. Dat op een gegeven moment had ik een paar coaches die mij op een gegeven moment helemaal uit mijn positie gingen halen in de jeugd.
En had ik een andere coach die een dag daarna mij gewoon erbij riep. En ging bij een hogere ploeg en die ging gewoon wel mijn positie spelen. Ja. En dat gaf mij dan weer vertrouwen. Van hé, weet je wel. Dus we moeten er wel zelf voor achterna gaan. En die echt diep geloven in jezelf. Wat makkelijk gezegd is. Ja, klopt. Het is makkelijk gezegd. Want eigenlijk is het leven en zijn mensen vaak bezig om anderen naar beneden te halen. Of omdat ze zelf niet zien wat die persoon ziet. En dat is iets wat ik gelukkig heb kunnen koesteren en heb kunnen ontwikkelen. Ja, want je moet ook, wat je ook zegt, sommige mensen moeten een visie hebben. Louis van Gaal zag iets in jou. Wat betekent hij voor jouw carrière? Als je nu zeg maar aan hem denkt, hey, essentiële mensen, Louis van Gaal. Ja, ja, voor Louis van Gaal waren er ook wat andere coaches. Mijn eerste jeugdcoaches, Herman Bormann, heb ik ook al vaker over gesproken. Wat die heeft betekend, zeg maar, in op dat moment, in die jaren van mijn leven. En later zijn er nog anderen geweest, Spits Koon, Tony Bronk. Er zijn bepaalde mensen, bepaalde momenten geweest die echt een verschil hebben gemaakt voor me. En Louis van Gaal, die kwam een keertje naast me zitten, was ik 15 op de bank bij de meer nog. En hij zegt, jij moet toch over een jaar tussen die masten daar zo. Ik zeg, ja, waarom niet? Maar dat soort momenten, dat technisch directeur bij komt, het vertrouwen uitspreekt. Dat geeft natuurlijk heel veel mee. En ik heb hem ook uitgenodigd toen voor mijn, wat was het met de KNVB toen, afscheidsdag. Ja. Heb ik hem uitgenodigd, Capello. De mensen die in het begin van mijn carrière eigenlijk die lancering hebben gecreëerd. De kans hebben gegeven om mijn talent te laten zien. En die waardering zal er altijd blijven. Ja. Ja. Maar is het dat iemand iets zegt en beaamt wat je al denkt in je hoofd? Want waardoor dat het extra vertrouwen boost. Want jij wist al in je hoofd, ja, ik ga goed worden in dit. Ik ben gefocust, dit en dat. En dan komt iemand en die beaamt het. Is dat zeg maar hetgeen wat dan een extra zelfvertrouwen geeft? Ja, je hebt die bevestiging, die krijg je door. En dat is het moeilijke van jezelf blijven geloven. Mm-hmm. Er staat geen tijd bij wanneer dat gaat gebeuren. Die dingen die je voorziet, voor jezelf ziet en waar je in gelooft. En er komen ook soms hele moeilijke momenten waarin je misschien gaat twijfelen. Maar dat is juist, dat zijn die momenten waar je echt moet blijven geloven. En dan komt er iemand langs of een moment langs waarin die bevestiging er is. Ja. Ja, en dat is een krachtig moment. Want dat bevestigt dus dat hetgene waar jij in gelooft, waar je voor werkt, niet alleen in geloof, want je kan niet in geloof, je blijft zitten, je doet helemaal niks. Ja. Je moet er natuurlijk keihard voor werken. Ja. Maar wat is zo'n moment van twijfel? Wat je zegt van, dan heb je soms van die momenten dat je twijfelt. Wat is zo'n moment voor jou? Want je bent altijd zeker van jezelf. Maar wat is dan zo'n moment dat je dan een twijfel hebt gevoeld? Wat ik de twijfel noem is dat je speelt op een gegeven moment niet zo lekker. Even voetballend praten. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook andere dingen. Of op school. Zijn de resultaten niet wat je wil? Mm-hmm. En dan kan er een gedachte komen, wat vrij normaal is, van kan ik dit wel? Ben ik goed genoeg? Maar het is hoeveel keer ga je jezelf die vraag stellen? Ja. En hoe lang? Ja. Dus dat er twijfelmomenten zijn, dat lijkt me meer dan normaal in het leven. Maar ik kan me niet herinneren dat ik die echt heel lang bij me hou. Ja. Want dan zeg ik, nee. Ik schop hem meteen uit mijn hoofd. Ja. Zo snel mogelijk. Dat heeft te maken met persoonlijkheid, heeft te maken met het echte geloof wat er gewoon diep in zit. Want het is een gevecht, het is constant een gevecht tussen, ja, tussen ze noemen die those voices, hè? Die stemmetjes, ja, die zijn er constant. Maar welke stem ga jij de ruimte geven om leidend te zijn? Ja. Dat is voor de rest van je leven. Ja. Dat is, elke dag hebben we daarmee te maken. Welke stem geef je de ruimte om te leiden? Ja. Zal er wel andere stemmetjes zijn van,
is het wel de juiste keuze? Nee, nee, dit is het. We gaan hier voor. Dit is het. En dan, weet je? Ja, een hele mooie Ajax-periode ook gehad met ja, je eerste Champions League pakt je met Ajax. Wat is jouw mooiste? Nou, het is moeilijk, want je hebt veel herinneringen. Maar als, je, als ik zeg Ajax, welke herinnering schiet bij je meteen naar boven? Dat je denkt, oh, ja, die ga ik nooit vergeten. Van de eerste helft of gewoon? Ja, ja, de eerste helft. Ja. Eerste helft. Ja, ik denk dat de explosie met de fans op het Museumplein, dat is wel speciaal. Ik kan nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Dus het is al voor je. Ja, en met die vliegtuigen eroverheen eerst. En dan zie je de hele massa daar. Zo, okay, nou ja. En dan kom je daar en dan sta je er middenin. Ja. En natuurlijk hadden we kampioenschap gewonnen. En hadden we wel wat feestjes gebouwd. Dit was wel ongelooflijk wat op die grachten gebeurde. En, ja. Ja, dat was wel speciaal. Want dat is een vreugde van een traject, van een proces die je niet alleen zelf, maar ook met al die andere vrienden hebt doorgemaakt. En dan dat je dat kan vieren. Dat is niks moois natuurlijk. Ja, want ik ging natuurlijk al jouw wedstrijden terugkijken in die mooie momenten. En dan zie ik jouw basis doorgeven aan Jari Liedman. Dan dacht ik, oh ja, die guy was ook crazy. Ja, dunk, dunk, dunk. En op een gegeven moment ging jij nog aanvallender spelen. Nam je die bal aan. Want een van jouw talenten was dat jij met beide benen gewoon kon voetballen. Ja. Gewoon, dat was ook, weet je, ik zie ook gelijk stralen. Maar dat zijn wel momenten dat je denkt van, hey, wat was op next? En ook voetballen met een van jouw idolen, Frank Rijkaard. Hoe was dat? Want dat is... Ja, dat was ook... Er zijn zoveel... I'm blessed. Er zijn zoveel mooie momenten. Kijk, Frank was mijn jeugdidool. En toen hij terugkwam, waren we zo blij mee. Ja. En ik zou zeggen, zonder hem hadden wij waarschijnlijk de Champions League nooit gewonnen. Nee, gewoon te belangrijk. Zijn ervaring, zijn kracht, zijn uitstraling, zijn talent als voetballer natuurlijk. En wat hij betekend heeft voor mij en voor een grote groep daarbinnen. Dat weet hij zelf waarschijnlijk niet. We hebben het wel eens een keertje gezegd tegen hem, maar geen benul. Maar dat was wel een hele belangrijke schakel. Voor die overwinning. Ja. En het was mooi, want hij komt dan weer terug. Maar hij komt terug om nog een keertje wat te laten zien. Ja, die mentaliteit. Als je kijkt hoe hij aan het trainen was. Nou, die dingen die pak je. Ze noemen me ook wel een spons. Een professionele dief. Want als je kijkt naar bepaalde zaken, kan je er zoveel van leren. Ja. En van Rijkaard heb ik zeker heel veel dingen meegekregen. Zeg maar. Ja, bepaalde dingen specifiek? Of? Ja, naar zijn rust bijvoorbeeld. Okay. Rust uitstralen. Zeg niet dat je van binnen rustig bent. Maar rust uitstralen heeft effect op je spelers die je omheen hebt. Heeft effect op het spel dus. Heeft effect op, en als je rust kan uitstralen wanneer het heel druk is. En dat er heel veel spanning op die wedstrijd is. Et cetera. Ja. Op het veld, buiten het veld. Ja, rust uitstralen is kracht. Ook. Ja. Dus dat heb ik wel... Een zelfverzekerdheid. Ik denk dat ze van, oh ja, ik moet wel even. Ja. Ja. Ja, maar kijk, het is net zoals... ik heb wel vrienden in de vechtsport en zo. Kijk, je laat gewoon niet zien aan de tegenstander wat jouw state of mind is. Ja, wat jij wil laten zien is dat je gewoon in je kracht staat. Ja. Ze moeten altijd die twijfel hebben dat ik ze pijn kan doen. Ja, ja, ja. Ik zou als ik in de ring zou staan, ik denk, nee, zo man is te groot. Ik ben like, ik heb zoveel momenten, eigenlijk moet ik erop lachen, dat ik helemaal stuk was in de wedstrijd. Gewoon kapot. Ja. Op dat moment, want ik had misschien een paar acties gemaakt en zo. Dan moest ik even uitrusten, maar in die tegenstander keek naar me. En dan keek ik gewoon... Ging ik heel zachtjes ademen, weet je. Terwijl eigenlijk wil ik gewoon met mijn tong op de grond staan. Maar dan gewoon, en dan weet ik van, die gaat niet diep. Die gaat nu niet diep. Want ik heb gewoon nog stuurstof hier zo. Ja, ja, ja. Weet je? Helemaal niet eigenlijk. Dus als die persoon diep zou gaan met die speler, had ik een probleem eventjes fysiek. Ja, maar het is mind, dat is een mind games. Ali stijl. Ja, mind dus, games. Het moet. Het moet. En andersom ook. Ja. Als ik zie dat die... dan gaan we weer die actie maken. Al ben ik een beetje moe, maar dan ga ik hem doordrukken.
Ah, dat... maar dat is de kracht, dat is mindset. Ik weet je, dus voor de mensen die kijken en luisteren, en je hebt ook dromen en ambities en misschien kijken de toekomstige voetbalspelers ook naar dit. Het is wat je zegt, het is die mindset. Het is, hey, ik ben hier, hè? Ja, 100%. Non-verbal is, zegt veel meer dan verbal. Ja, dat weten we nou wetenschappelijk. Ja, lichaamstaal, let's go. Lichaamstaal. En dat uitstralen. En dat is niet alleen naar de tegenstanders natuurlijk, maar ook vooral naar je medespelers. Ja. Kijk, ik heb op een gegeven moment, kreeg ik gewoon alle ballen, maakt niet uit of ik nou 3 man om me heen had of niet. Omdat dat vertrouwen daar was. Ja. En nou ja, dat doe je er over het algemeen goede dingen mee. Dan groeit het nog meer. Ja. En dat wordt op een gegeven moment een eigenschap. Bijna een merk, kan je zeggen. Die je dan gewoon, keurmerk, die je gewoon... Men weet, als ik hem in mijn team heb, dan krijg ik 1, 2, 3, 4. Ja. Nou, en dat is waar een jonge voetballer, zeg maar, een jonge sporter of een atleet naartoe moet bouwen. Dat je die bewustzijn hebt van wat zijn nou jouw meerwaarden wanneer je deel uitmaakt van een team of een individuele sport is. Wat zijn mijn krachten? En daarvan uitgaan. Weet je wel? Ja. Ik vind ook altijd mooi om te zeggen van, heb je het gevoel dat je die kleine Seedorf blij heb gemaakt en als je zijn droom hebt waargemaakt. Het zijn twee mensen. Je hebt de persoon die wordt gecreëerd vanuit de jongensdroom of meisjesdroom. Of, kijk je dan soms terug van, ik heb alles bereikt wat die kleine Seedorf zeg maar in zijn gedachten had? Ja, ik denk wel meer. Behalve met Nels Elftal. Maar voor de rest zeg ik ook van, dat maakt ook deel uit van iets groters. Dus ik denk dat alles wat in ons leven gebeurt, maakt deel uit van een pad die wij moeten bewandelen om voor het grotere doel uiteindelijk die lering te krijgen of die lessen te leren, zeg maar, voor het grotere doel. En het grotere doel is in deze, hoe gaan we impact maken in de wereld, hoe gaan we dingen verbeteren. En daarom geloof ik dat hetgene wat wij krijgen en wat we hebben kunnen beleven, dat we dat moeten waarderen. Niet zozeer te kijken van wat we niet hebben kunnen krijgen. Want dan zitten we weer in een andere soort van energie. Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar daarom zeg ik, daarom vroeg ik ook van, heb je die kleine Seedorf trots kunnen maken? Want uiteindelijk, je begint met dromen en doelen. En naar mijn mening heb je ze allemaal bereikt. Meer dan dat. En ik moet zeggen, kijk, als ik dus gewoon naar mijn carrière kijk, zo, dan zeker meer dan dat zelfs. Want ik heb gedroomd, het was van 3 Champions League te winnen. Nou, ik heb 4 kunnen winnen. Ja. Ik heb er 5 finales kunnen spelen. Ik heb bij Madrid gespeeld, de clubs Milan, dat waren mijn droomclubs buiten Nederland om. Ik heb een Ajax 1 kunnen spelen, was ook mijn droom als klein kindje als je daar komt. En ik heb in Brazilië gespeeld. Op mijn ideale plek, op de manier hoe ik opgegroeid ben in de jeugd. Weet je wel. Ja. En dat heb ik, zo heb ik mijn carrière afgesloten. Dus ja, ik mag echt niet klagen. Dat is ook in je plan, wat je het uitschreven. Nee, en plannen schrijf ik niet altijd in detail uit. Soms is het gewoon simpelweg wat ik wil bereiken, doe ik in de tijd. Dat is ook belangrijk. Ik zet wel vaak een tijd aan wanneer ik iets wil hebben bereikt. Ah, ja. Anders kan je natuurlijk steeds uitstellen. Ja. Dat is een goede tip ook voor mensen. Van zet een plan. Ja. Zeg maar, schrijf hem uit. Van ik wil dit binnen 2 jaar bereiken. Ja. Ik wil dit en dit binnen 3 jaar of zo. Dan en, hou dat, en dat betekent niet dat dat gaat gebeuren. Dat je het voor elkaar krijgt. Maar je geeft wel meer richting. En ook. Je kan niet gaan blijven zitten. Als je het gewoon allemaal openlaat. Dan is het wel heel makkelijk. Ja. Maar aan de andere kant. Evaluatie. Nou. Na 2 jaar is het nog steeds niet gebeurd. Maar er zijn redenen voor. Eigenlijk moet ik toch nog ietsje langer wachten. Maar dan ben je met een bewust proces bezig. Ja. Van het richting geven, kanaliseren. Van zo'n moment. Maar dat vind ik zelf altijd lekker. Als ik gewoon algemene lijnen uitschrijf. Ja. Want jij bent voor velen een rolmodel. Ook voor mij. Omdat ik zie van een successful black man. Gefocust. Doet zijn ding. Laat zich niet mentaal gek maken. Hou ik van. Weet je, daarom omarm ik dat ook en zeg dat van, the legend is here! Nee, maar het is belangrijk dat we elkaar ook
die power geven. Ja. Weet je, we wijzen altijd van ja, dit, dat, zo, zo. Maar je kan ook mensen bloemen geven. Vind ik belangrijk. Weet je, dat is ook een van de redenen dat ik een platform heb. Van, ook ja. Zeg maar, you're amazing. Want vaak ja. Doen we allemaal toffe dingen. Niemand ja. Durft uit te spreken hoe ze eigenlijk over je denken. Omdat ze je ja. Tof vinden of whatever. Ja. En dan ben je er niet meer. En dan, ja, vreselijk. Ja, heftig. Snap je? Dus ik vind, ja, dat, ja. Ik vind dat heel ja, belangrijk. Eens gelijk. Eens gelijk. Ik bedoel, we zijn allemaal capabel om rolmodellen te zijn. In onze eigen versie. En ik denk dat het respect, en je zegt net voor de black people, tuurlijk. Maar ik ben ook voor humanity boven alles. Zeker. En ik denk dat wij als black community echt de capaciteit hebben om te verbinden. Dat is iets wat ik gewoon constant terugzie overal. En dat is ook wie ik ben geweest in mijn carrière, in de ploegen. Ik was 10 dagen geleden in Madrid, bij Real Madrid. Ja. Ben ik bij Ancelotti langs gegaan. En die hadden dan nog 5, 6 spelers die niet naar de nationale ploeg zijn gegaan. En die waren dan aan het trainen. En ik was in Madrid voor een benefietwedstrijd. Dus ik ben even langs gegaan en hebben we het letterlijk 2 uur staan praten over van alles en nog wat. Familie, persoonlijk, professioneel, over die jongens, bepaalde spelers, over Vinicius. En waarom ik dit zeg is dat het is zo mooi om te zien wanneer je dus investeert in mensen, dat dan lifetime wordt. Dat is hetgene wat ik het meest heb overgehouden aan voetbal. Ik kan ten alle tijden gewoon bij hem terecht. Ja. En dat was 8 jaar lang samen werken. En ik denk dat wij een positie hebben wat we dit kunnen uitstralen. Als wij samen met elkaar in gesprek gaan. Als wij laten zien dat we positief in het leven staan. Dat we verbindend zijn. Dat we niet vingerwijzen, maar eigenlijk hand in eigen boezem. Hoe kunnen wij dingen verbeteren? Want dat is de mentaliteit van een winnaar. Ja. Hoe word ik beter? Hoe kan ik beter worden? En wanneer ik iets heb bereikt, hoe kan ik nu mijn hand uitreiken en de volgende generatie ook zeg maar inspireren om datzelfde te doen? Ja, je had het net over Vinicius. Je hebt laatst ook een post op je Instagram ja. Gemaakt erover. Waarom had je die post gemaakt? Ja, goh. Kijk. Er is veel gaande. Ik vind ook eens, ik moet ook even zeggen dat er een positieve beweging is om. Want er wordt nu veel meer gesproken over racisme, discriminatie. En daar praat ik over gesproken op hoog niveau. Dus de instituten zijn er nu mee bezig. FIFA heeft nu een orgaan gecreëerd waarin nu een plan uitgeschreven wordt waar heel veel ex-spelers, oudspelers bij zitten. Over 40, 50 man en vrouw die meedenken en mee gaan bepalen hoe, welke richting om dit een keertje op te lossen in die stadions. Maar ik heb zoveel van die situaties gezien van andere jongens, of het nou Lukaku was. En het is niet alleen maar voor de black boys, gewoon discriminatie. Discriminatie in de voetballerij zou niet moeten bestaan, althans we moeten het niet zien. Kwaliteit zou boven sentimenten moeten komen. In alle tijden. Dat is niet het geval, dat weten we. En in het geval van Vinicius heb ik te maken, zie ik zo'n jonge jongen die nu zoveel op zich neemt qua verantwoordelijkheid, dat in mijn ogen te veel is. Het is niet zijn strijd. Het is van iedereen. Het is van de hele wereld. Gemeenschap die moet daar ook mee aan de slag. Zwart, wit, geel, groen. Iedereen is verantwoordelijk ja. Om voor een gelijkwaardige gemeenschap te zorgen. En Vinicius heeft nu zoveel meegemaakt. Extreem moet ik zeggen. Dat er nu een risico is dat hij dingen gaat doen die tegen hem gaan werken. En dan kennen we de mechanismes dat ze nu gaan zeggen van ja, nou, hij provoceert. Nee, het is begonnen met bepaalde zaken waarin hij gewoon echt op een belachelijke manier is benaderd door het publiek, door fans. Geen fans, er zijn geen fans, maar door mensen in het stadion. En hij heeft daar als jonge jongen emotioneel op gereageerd. Dat is wie hij is. Niet iedereen kan
met bepaalde zaken omgaan. Ik bedoel, Eto'o was een andere persoonlijkheid. Die had er lak aan. Ja. Die ging gewoon voor ze staan en dan kom maar op. Maar ja, en kon gewoon presteren en dingen doen. Dus ik voelde me ook een beetje geroepen. Niet zozeer ik gebruikte zijn situatie, maar ook algemeen. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Alle spelers op het veld. Alle mensen in het publiek. Alle instituties, federaties, noem maar op. Bullying. Dat gebeurt subtiel soms. Het gebeurt soms echt in je face. Maar die subtiele, dat is die soort wat ik heb gezien, waar ze dingen proberen om te draaien nu. Dat hij degene is die dit provoceert. Nou ja, dat moeten we niet hebben. Ja. En het is een statement en ik kan zo over zoveel dingen gaan praten. Er zijn ook dingen in de wereld bezig waar we een mening over hebben. Maar ja, ik denk ook dat we onze energie... laat ik zeggen, als ik een verdediger ben, moet ik goed verdedigen. En dan kan ik me niet ook bezighouden met de aanval, met de spitsen. Ja. Dus laat iedereen vanuit zijn rol, vanuit zijn positie, het maximale doen om dat te verbeteren. En ik probeer vanuit de sport, vanuit het voetbal te gebruiken om dus een social, positieve social impact te hebben. Waar we kunnen laten zien dat we wel een hele goede sfeer in de stad. Wat ook over algemeen het geval is. Maar zitten een paar rotte appels natuurlijk altijd in de fruitmand. Maar hoe zorg je ervoor dat die rotte appels in de fruitmand niet overheersend worden? Hoe pakken we dat probleem aan? Nou, daar zijn we dus specifiek met een plan mee bezig. Helaas is journalistiek... die gelooft dat negativiteit beter verkoopt dan, dan positiviteit. Maar dat is dan van de journalistiek gezien. Maar... ik denk dat als jij een product hebt, als je kijkt naar de Champions League, als je kijkt naar de wereldkampioenschappen, als je kijkt naar de Olympische Spelen, zien we dit soort dingen niet. Waarom zien we dit soort dingen niet? Omdat het product zoveel waard is, dat ervoor gezorgd wordt, dat er geen incidenten zijn. En als die er zijn, worden ze niet uitgelegd door de tv. Dat staat gewoon in de contracten. Oh, serieus? Dat is gewoon... dat staat gewoon okay. Want ze moeten het positieve van het product laten zien. Zie jij nog gasten op het veld rennen die, dat ze die helemaal gaan volgen en alles? Tijdens WK gebeurt hoor. Dat de mensen dat doen. Maar die laten ze niet zien. Hmm. Want ze willen product op zijn beste, zeg maar, van zijn beste kant laten zien. Nou, en dat maar het blijft wel een probleem wat we aangepakt moet worden. Nou, wat ik wil zeggen is dat op het moment dat je er minder aandacht aan geeft qua publiciteit, is het ook minder interessant voor die gasten om wat te doen. Want dat is wat ze willen. Heel vaak. Okay. Ja. Dus zolang ik meer aandacht geef aan ze, gaan ze dus... het is net als kleine kinderen. Ja. Ik ga huilen. Yeah! En dan die ouders die meteen in actie komen meteen. En soms, nou kan je maar huilen. Wat wil je nou? Je hebt net gegeten. Even rusten. Nou. Ja. En dan als je dus... Wij moeten bepalen wanneer wel en wanneer niet. En wat wel en wanneer niet. En dat is wat moet gebeuren. Oké, dus gewoon... maar ben je dan voor een stadionverbod en dat soort dingen? Wel de harde aanpak of 100%, gewoon doodleggen? Nee, 100%. Nou, ik ben niet zo ver van het doodleggen van de wedstrijd. Voor mij zijn er te veel mensen die een kaartje hebben betaald om mensen te laten zien. Ja. Met de technologie van vandaag zouden we heel makkelijk in principe die mensen moeten identificeren. En ja, kick them out for good. Ja. Als het met de hooligans is gelukt, moet dit ook kunnen. Ja. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de educatie, van wat je ook van huis meekrijgt, maar ook van wat we ook op scholen meekrijgen. Dus ik denk dat we daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen. 100%. Want ik denk dat racist, discriminatie, het is een state of mind van onwetendheid. En ik denk dat als je ook met de educatie daar dieper op ingaat, dat je ook mensen ook erop kan wijzen van, hey, maar luister, ik zeg altijd, wij bloeden dezelfde kleur. Dus jij kan kijken naar de exterior, maar we bloeden dezelfde kleur, we poepen dezelfde kleur. We hebben waarschijnlijk dezelfde dromen en ambities en we vinden het heel leuk om zeg maar geliefd te worden. We willen allemaal liefde. We zitten altijd te kijken naar de uiterlijke kenmerken. Maar waarom kijken we niet van wat ons bindt? Als we aan het voetballen zijn, willen we allemaal winnen. Maakt niet uit welke kleur je bent. Ja. Als een groen-geel persoon of blauw of alien scoort. You don't care, you was an alien. You scores. Dit is zelfs een fijne muziek. Als je mooie muziek hoort, je gaat naar een concert. Je ziet verschillende mensen met elkaar komen. Dus ik denk dat we daar ook moeten kijken naar wat ons verbindt. In plaats van
de hele tijd bezig moeten zijn. Helemaal waar. Kijk, alles is nodig. Hè? Dus aanpak is nodig, sanctions, noem maar op. Ja. Alles is nodig. Maar dit is wat wij moeten doen. Ja. Dit is wat we moeten creëren. Ja. Dit is, ja, misschien is het een beetje een anticipatie, maar dit is wat wij met de stichting en Biff Alstars willen gaan laten zien. Weer, wat is voetbal nou? Waar staat voetbal voor? Als ik de hele wereld over reis en je gooit een bal ergens, wordt er gevoetbald meteen. Ja. Die connectie is er, niemand gaat kijken. Iedereen doet meteen mee. En die kracht van voetbal moet op een positieve manier ingezet worden om dus die social impact te creëren en hoe wij een handje kunnen helpen. Want uiteindelijk zijn er meerdere andere organen, regeringen, hè, die moeten natuurlijk hun ding doen. Want zonder dat wordt het natuurlijk heel moeilijk. Maar wij kunnen zeker iets anders uitstralen. En daar zijn we ook mee bezig. Waarom ik zeg dat het positief is en dat ik nu bewegingen zie die ik in de laatste 50 jaar niet heb gezien. Er wordt nu meer prioriteit gegeven om dit echt op te lossen. En Vinicius in die zin helpt daarmee. Zoals anderen. Er zijn ook andere bewegingen. Ja, waarin die discriminatie gewoon moet stoppen. Racisme moet stoppen. In het voetbalwereld. Ja. Dan kunnen we wat uitstralen. Maar zolang wij eigenlijk laten zien dat het allemaal oké is. Ja, dan zijn we niet goed bezig. Ja. Nee, real talk man, real talk. Maar dat hebben we niet. Die echte conversation. Maar dan, Biff Allstars. Laten we beginnen bij de foundation. Daar zit een gedachtegoed achter. Neem ons even mee in de gedachte. Want jij bent natuurlijk een sterspeler. Ik zei het al, one of the best players. Maar je bent altijd maatschappelijk betrokken geweest. Dat is een belangrijk drijfveer. Kun je ons meenemen in waarom dat zo belangrijk voor je is? En hoe dat ervoor heeft gezorgd dat je Biff hebt opgezet? Ja, misschien een klein beetje historie in dat. Het filantropische gedeelte. Ik was een jonge jongen toen ik eigenlijk al begreep dat ik goed wilde gaan doen in de wereld. En vooral gefocust op kinderen en in de community. En op een gegeven moment de sport en education. Ik heb een foundation gecreëerd toen 2004, Champions for Children. We hebben heel wat projecten gedaan, gerelateerd aan sport in de wereld en educatie. En daarna ben ik bij Lareus gekomen als een boardmember. Een paar jaar meegedaan. Die zitten ook in sport en education en alles. En ik ben nu UEFA Foundation for Children board member. Die doen heel veel projecten waar voetbal gebruikt wordt om impact te hebben voor de kinderen wereldwijd. Een paar jaar geleden, 4 jaar geleden bijna, hadden we de situatie met George Floyd en alles wat er gebeurde. En er was een hele beweging in de wereld gaande, dat er op een gegeven moment een soort van bewustzijn werd gecreëerd bij iedereen. This is not good. Ja. This has to stop. En als je dan ook zag wie er allemaal op straat liep en zo. In Amerika toen was er van alles en nog wat liep rond om te protesteren. En dat, hè? Want het was humanity was in het spel. En dat was een moment waar ik zag, oké, er is nu een soort van opening. Ik hou van die, ik ben van die Transformers en dat soort films, vind ik hartstikke mooi. Love it, ik ook. Die opening van die portalen, en daar heb je een tijd bij. Ja. En er is een opening op dit moment in de wereld voor verandering. En die verandering die kan alleen maar positief zijn als we daar op de juiste manier mee omgaan. Dus ik heb, ik heb een paar mensen gebeld. En ik zeg, we moeten een stichting op starten. We hebben een naam gezocht. Black Impact Foundation. Gaan we Black nou gebruiken? Gaan we Black niet gebruiken? Ja, we gaan Black wel gebruiken. Het is gewoon een statement. Want de naam zegt niks over de missie. En de missie is om een extra waarde te zijn voor de wereld. Als Black community. Even in een nutshell. En hoe gaan we dat doen? Door de Black community bij elkaar te brengen. Wereldwijd. Want door wat alles is gebeurd in het verleden. Is het allemaal, hoe noem je dat, segregated. Ja.
hè, die zijn zo verdeeld, bewust verdeeld geweest. En als wij weer als een eenheid, zeg maar, kunnen bewegen, dan kunnen wij een hele grote extra waarde zijn voor de maatschappij in de wereld. En hoe wij dan, wat de filosofie daarvan is, is van wij moeten gaan kijken wie hebben wij in alle sectoren in de maatschappij die succesvol zijn geweest, die succesvol zijn. Hoe kunnen we die mensen een platform geven? Hoe kunnen we ze zichtbaar maken voor de jongere generatie? Hoe kunnen we bruggen bouwen van continenten naar continenten? Dat zijn alle gedachtegoed die we hebben gehad om een strategie uit te zetten. Voor 5 jaar, laten we zo zeggen. En we zijn gestart met de summit. Met de Global Black Impact Summit. We hebben nu de 3e editie gedaan. Dat is de eerste platform die we hebben gecreëerd. Zodat wij een ieder vanuit de wereld bij elkaar kunnen brengen. En vanuit die verschillende sectoren gesprekken aan kunnen gaan. Knowledge kunnen delen. En echt die ook mentorship kunnen zien en kunnen vragen. Wat voor mensen komen daarop af? Ja, wie niet? Ja. Wat voor mensen niet? Ja. En die, we praten over het echt top van de medische wereld, top van de zakenwereld, top van de energiewereld, top van techwereld. En die zitten dan in één keer in dezelfde kamer, dag. Delen ze met elkaar. In een veilige omgeving waar iedereen zich kan uitspreken. Zonder dat er consequenties zullen zijn. Ja. Dat is hoeveel van ons hebben moeten leven. We moeten uitkijken wat we zeggen. Uitkijken wat we doen. Dat is gewoon totaal niet. En we hebben. Het is niet alleen maar een black party. We hadden mensen uit Zuid-Amerika. We hadden mensen uit Nederland. België. Duitsland, Engeland, Afrika, Azië, wit, zwart. Voor alles was het. Want het gaat om die missie. We hebben niet gezegd dat het alleen maar voor een bepaalde groep is. Die hier aan mee kan doen. Onze partners waren local partners van Dubai. We hebben partners van Nederland. Ook nu werken we met een paar communicatiepartners. Die zijn niet black owned of zo. Wij staan open voor een ieder die denkt dat dit een goede missie is. Denkt dat dit een goede, platform is. Ja. Om een movement te creëren. Om positief impact te hebben voor de maatschappij. En niet alleen vanuit een land, maar echt een global. Dus dit is wat we hebben gecreëerd. We hebben nu 3 edities gehad. Echt fantastisch. Super inspirerend. We hadden die laatste, die moet je even vertellen. Er waren 5 kinderen, geloof ik, waren 5 kinderen. Eentje van 9, 13, 15, die gasten hadden samen, ik geloof, 30 boeken geschreven of zo. Wow. 30 boeken. Ja. En ik zit nog steeds te denken aan mijn boek. Ik ga die 2e boek een keertje schrijven. En die heeft gewoon aan de, die zegt, ik heb er al 9. Ik zeg, oké. 10 jaar was hij, die jongen. Ja. En die waren er ook. Ja. En dat is de generatie waar we het voor doen. Ja. Want wij als succesvolle, en succesvol moeten we ook even definiëren. Succesvol hoeft niet te betekenen dat iemand heel veel geld heeft of bekend is geworden. Succesvol kan zijn dat je 3, 4, 5, zoals deze dame, die moeder van die 5 kinderen. Zij is een succesvolle vrouw. Zij heeft kinderen opgevoed op een manier, ja, dat echt petje af. Ja. Dus die blueprint, hoe je zei het net tegen me, gewoon mooi. We hebben allemaal een droom. We hebben een talent. Hoe gaan we die ontwikkelen? Hoe houden we daaraan vast? Hoe kunnen we. En dat kan als je ook representatie hebt. Dat kan als je kan voelen, kan zien, kan aanraken. Ja. Wie in die sector zit waar jij van droomt. En dat is de platform die we hebben gecreëerd. En dan gaan we daarin scholarship meenemen, internship meenemen, work opportunities. Want. Wat betekent als jij in één land opgroeit. Voetbal is een heel mooi voorbeeld daarvan. Ik had niet altijd in Nederland kunnen blijven. Als ik meer uit mezelf wilde halen. Op een gegeven moment heeft Nederland gegeven wat hij moest geven. Dan ging ik naar het buitenland. En op een gegeven moment had Italië me gegeven. En dan ging ik weer naar een ander land.
De wereld is van iedereen. En als wij dus kunnen laten zien door middel van deze platform dat er dus opportunities zijn in weet ik veel waar, hè, en dat je een centrale platform hebt waar ik dat zichtbaar kan zien, dan zijn we dus die brug aan het bouwen. Ja man, in die connectie. Ik denk dat zo gaan we ook change kunnen brengen door het ook te laten zien. Het creëren van opportunities, ook vanuit jezelf. Iemand kan zeggen, ik wil succesvol zijn, maar doe jij wat er voor nodig is om succesvol te kunnen zijn? Dat is ook belangrijk, dat is een mindset. Heel mooi. Maar ja, want iemand die elke dag, ja, maar heeft geluk. Nee. Je kan ook jezelf in een positie zetten waarbij, om het geluk te noemen, de situaties kan aantrekken. Als jij niet op jouw best aan het pieken is, kan een scout jou niet goed zien. Kan jij, zeg maar, niet misschien geworden door een neef die toevallig de neef is van de... Snap je, ik bedoel? Create opportunities. Als ik dit soort gesprekken wil voeren, kan ik wachten totdat ik het ooit op tv kan doen. Of je doet het gewoon zelf. En ik ben iemand, ik doe het gewoon zelf. Zet zelf mijn cameramensen in, mijzelf. En weet je, en we bellen mensen. En we hebben met jou, met Yvolaine. Het zijn allemaal mensen die bij elkaar komen en dan connect je het. En dat is belangrijk om ook mensen thuis te leren van, doe ook iets. Weet je, zorg er ook voor dat je ook gewoon moves maakt. En jij maakt moves. Je hebt nu bijvoorbeeld ook de Biff All-Stars, wat eraan zit te komen. Neem ons even mee in die, want waarom koos je voor het Olympisch Stadion? Waarom is het belangrijk om dat daar neer te gaan zetten? Wat gaat daar gebeuren? Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt over die mindset. Want dat maakt wel echt het verschil in alles. In net niet of net wel. Mm-hmm. En we hebben dus die 3 jaar die summit gedaan. En voor je 4e editie komt volgend jaar februari weer. Ben ik erbij. 100%. Hey, ja, 100%. Ik nodig mezelf gewoon uit. Ik zeg wat. Dat is wat ik zeg op mindset. Ik ben daar. Visualiseren. Ja. Nee, en we hebben dus gezegd, kijk, we hebben nu dus zo'n danige sterke basis gecreëerd in deze 3 jaar. Misschien 300 personen die echt gewoon, ja, ik denk dat we de wereld kunnen connecten met die mensen. Maar dat is natuurlijk high level. Maar wij willen met de massa, we willen met de mensen, de communities willen we connecten. We willen met hun in gesprek. En dat kan persoonlijk, maar het kan ook via evenementen zoals een wedstrijd. Merchandising komt er natuurlijk bij kijken. Waar staan we voor? Wie zijn we? En we hebben het ook genoemd. De Biff All-Stars komt dus uit het feit dat wij sport als een pilaar zien. Een van die pilaren. Om dus te gaan communiceren. Om te gaan connecten. En om impact te gaan maken. Daarvoor gebruiken we spelers van Afrikaanse afkomst. Maar niet alleen. Want we spelen samen of tegen andere ploegen die overal vandaan komen. In dit geval Ajax, Legends. Dat is, lijkt me vrij logisch allemaal. Olympisch Stadion, mijn verleden. Foundation is hier opgericht in Amsterdam. Olympisch Stadion, daar hoeven we niet heel veel woorden over kwijt. Dat is gewoon zoveel historische momenten. En dit moet eigenlijk ook een historisch moment gaan worden. Want Biff All-Stars gaat toeren in de wereld. En we hebben nu al 3 andere op programma. Waar we in gesprek mee zijn. Amerika, Caribisch gebied, Afrika, Zuid-Afrika. Uganda, Zuid-Afrika. En de wedstrijd is eigenlijk het hoogtepunt. Ja. Van een 2-daagse evenement. We hebben een diner daarvoor. Dag daarvoor waar we, waar we kunnen connecten. Waar mensen kunnen praten met elkaar. En dan de dag van de wedstrijd hebben we in de ochtend ook nog community activities met kinderen. En ook de ouderen. Clinics, et cetera. Gaan we met die legends gaan een beetje in de stad. En dan s'avonds hebben we die wedstrijd. En dan een feestje bouwen. Dat is wat we willen doen. Waar zijn wij goed in? Ja. Is die energie te creëren waar iedereen gewoon happy is. Ja. En, want dat is wat voetbal is. Maar dat is ook wie wij zijn. En niet door te praten, maar door het te doen. True. Dus wij gaan die condities creëren, zodat men daar komt en zegt, wauw, wat een heerlijke dag, wat een heerlijke avond heb ik gehad. Ja. Wat een fantastische mensen. Like-minded people, maakt niet uit waar ze vandaan komen. Ja. Dat is ons doel met deze wedstrijd. En de enthousiasme die we van de Ajax hebben meegekregen was ook fantastisch. Die zijn aan meehelpen met bepaalde organisatorische dingen. Biff All-Stars, die in het Olympisch Stadion de eerste wedstrijd gaan spelen
van nou, hopelijk vele, vele, vele hierna. Moeten als een historisch moment gezien worden. En we hopen echt dat de mensen dit voelen. Ja. Want het is nodig. Verbinding is nodig. De wereld is op het moment dat we... Ja, als je nou naar social media kijkt, dat soort dingen. Kritiek geven, boelien, openlijke discriminatie. Het is allemaal normaal geworden. Ja. En wij moeten dat niet accepteren. Ja. We gaan geen social media kunnen veranderen. Maar we gaan wel input kunnen geven. We gaan wel een focus kunnen geven. Onze kinderen, al onze kinderen. Wat willen we onze kinderen aan geven? Dat gedoe? Of gewoon zo'n ervaring? Ja. Hè? Waar ze positiviteit zien. Waar ze gasten zien die, als ze van voetbal houden. Ja, die hebben gewoon boekdelen geschreven van de historie van voetbal. En de enthousiasme die spelers hebben. Is ook ongekend. Ik speel regelmatig Legends matchen in de wereld. En dan heb je er 4, 5, 6 grote namen die erbij zijn. We praten nu echt over een lijstje van 30 opnamen. Maar wie haal je dan erbij? Want wie kun je het over? Dan moet je nieuwsgierig. Ja, dat kan wel verklappen. Want ja, ik zie jouw foto's met grote namen toch. En ik weet, jij in die telefoon kan je mensen bellen. Ja. Mogen we al verklappen wie er overkomt? Ja. We hebben natuurlijk al wat gecommuniceerd. Kijk, van de AS-kant. Laat ik het even nog open, want die zijn natuurlijk met hun eigen organisatie bezig. En een paar jongens die zijn nog in het buitenland en zo. Maar van onze kant hebben we Nelson Dida, keeper van Emerson. Drogba, Omokachi. JJ Okocha, die gaat zijn best doen om te komen. We hebben nog meer. We hebben Dwight York. Hasselbank, we hebben natuurlijk onze Nederlandse boys. Reiziger, Nigel de Jong. Ja, doe mee. Nou, ik weet aan de andere kant dat de boertjes mee gaan doen. Ik weet dat Wietsche meedoet. Jaap Stam, Snijder van de Vaart, geloof ik. Ja. Dus dat zijn een paar van die namen die ik nou wel weet. En ja, er komen nog meer. En we hebben ook gasten. Want sommigen die kunnen niet meer voetballen. Ja. Maar die komen er wel bij. Zo'n Desailly. En je mattie Ronaldo, komt hij ook? Ronaldinho. Nou, Ronaldinho die, daar zijn we nog steeds mee in gesprek. Maar dank van zijn agenda af. Ja. Maar Ronaldo, ja. Nee. Ronaldo, hetzelfde. Ja. Roberto Carlos, hetzelfde. Ja. Ze hebben allemaal drukke agenda. Het is heel moeilijk om zoveel jongens bij elkaar te brengen. Maar we hebben Fadiga, we hebben dus die Afrikaanse legends. Kanu. Je gaat ook spelen, toch? Dat bedoel ik, dus daarom zeg ik, zou moeten bellen, want ik wil winnen. Ik ben al die heavyweights. Hey bro, luister dan. Maar dat is nou een mooi punt wat je zegt ook. Kijk, wanneer voetballers op het veld staan, oud-voetballers, dan gaat het er altijd om. En dan wordt er competitief gespeeld. Maar ons doel is om te entertainen. Ja. Ons doel is om te verbinden. Ja. Ons doel is om echt te laten zien dat we zijn allemaal vrienden. Ja. Al die gasten van Ajax zijn allemaal vrienden van elkaar. Van ons, van iedereen. Het is een familie. Ja. Of we hebben verschillende shirts aan. Maar uiteindelijk. En dat is wat ik bedoel. Wij hebben een shirt van humanity. Hè? Play to unite is ook onze slogan. Do you play to unite? Of ben je bezig om mensen uit elkaar te trekken? Ja. Zo. Ja. Dus we willen echt dat stimuleren. Play to unite. En Ik kan het gewoon helemaal voor me zien hoe dat gaat connecten met de mensen. Want ik zou er ziek van worden elke dag met het negatieve nieuws. En dan hier weer problemen. En die gemeenschap, met die allemaal BS. Ik reis de hele wereld over. Ja. De mensheid is goed. Ja. Maar omdat die gasten die een grote mond hebben, er zijn kleine groepjes vaak, daar wordt het meest naar geluisterd. Maar dat is niet wat de realiteit is van de wereld. En wij hebben als plicht om dat te blijven laten zien. En jij bent eigenlijk een mooi voorbeeld daarvan. Tussen al dat geruis en al dat geschreeuw. Gewoon, this is the real talk. Ja. Dat is the real talk. Ja. Ja. Ik geloof het ook. Ja. Ik vind het mooi. Thanks man. Ik vind het belangrijk om... Ik heb de vaste luisteraars weten waarom ik het doe. Maar ik probeer het altijd te herhalen voor de mensen die weer nieuw kijken. Dit is iets waar ik over 10 jaar trots op wil en ga zijn. Waarbij ik hoop dat jij zegt van, ja man, of die, hé,
One of my realest conversations was dat. Ga dat checken. Maar waar ook mensen ook dingen van kunnen leren en meekrijgen. Weet je, van wie was Clarence Seedorf? Wat waren zijn drijfveren? Weet je, mensen die tegen jou opkijken. Ik weet dat bijvoorbeeld Ryan Gravenberch voor het eerst jouw record heeft verbroken. Je had heel lang de jongste debutant bij Ajax. Meer dan 20 jaar lang stond op jouw naam, neef Ryan Gravenberch. Maar hij zegt, ja, ik vind het een eer, man, dat ik... Snap je, ik vind het ook mooi dat de nieuwe generatie ook zo kijkt. Paying homage to Seedorf. Ja, en dat is wat ik bedoel van... Jij bent voor velen ook een voorbeeld van ook hoe je met je carrière om kan gaan. Hoe je met ups en downs kan gaan. Hoe je gefocust, wat je zegt. Je geeft jewels in deze conversation van... Schrijf je doelen uit, je plannen uit. Daar hebben mensen wat aan. Weet je dat je nu... Jij kan gewoon op een eiland chillen en relaxen. Maar je bent toch nog maatschappelijk betrokken. Je wilt change brengen. Dus jij bent nu bezig met je life mission en je purpose. Los van je voetbal. Weet je, want je hebt verschillende elementen. Je bent, zeg maar, Seedorf heel lang de voetballer geweest. Je bent nog steeds voor life blijven voetballen. Maar, ja. Maar nu wil je ook scoren op andere terrein. Weet je, je hebt je ontwikkeld door een business school te volgen. Volgens mij in Italië. Bocorino, ja, waar heb je... Bocconi en andere cursussen. Ja. Ja, daar heb je ook gestudeerd. Ja. Mensen, besef, doe je research. Deze man heeft gewoon ook... Daar wil ik het ook zo over hebben. Van, zeg maar, die ook, dat je ook meegeeft aan mensen die power of education. Maar je bent ook altijd aan het veranderen in life. Business-wise. Neem ons even mee in jouw business mindset. Kijk, heel veel jonge voetballers komen in de positie van veel geld verdienen. Kun je even ons een beetje meenemen in jouw world? Van toen jij op een gegeven moment naar je rekening keek en dacht... Zo, ik kan heel veel Transformers kopen. Ik kan van alles doen. Hoe heb jij dat gemanaged? Hoe was jouw management op finance toen? Hoe heb je dat aangepakt? Heb je ook de mooie auto's gehad? Want ik heb het nooit gezien. Ja. Dat is altijd laid back. Ja, nee, ik heb genoten van mijn geld. En ik heb van de mensen die waarvan ik vond die dat verdienden, die hebben me meegenoten. Er is niks mis mee om te kunnen genieten van het geld. Want je werkt er hard voor. Ja. Maar het is ook belangrijk om een plan te maken voor wat je wil overhouden wanneer je klaar bent. Dus daarvoor zit je weg per maand. Ik heb die dingen moeten leren gaandeweg. Er is nu veel meer financiële informatie voor iedereen. Maar het gaat ook vooral om de mindset. Hè? Ben je een consumer of ben je iemand die bewust is van... dat een bepaalde gedeelte weggezet moet worden. Want de carrière kan heel kort zijn. En daarna is er nog 70 jaar te leven. 60 jaar te leven. Ja, wat ga je daarmee doen? Hoe ontwikkel je jezelf? En dat is waarom ik tijdens mijn carrière uit interesse proberen verder te ontwikkelen. Je zegt net education. Ja, education. School. Is heel belangrijk. Vooral die basis. Maar buiten dat is ook heel belangrijk om je te ontwikkelen als persoon. Je emotionele ontwikkeling. Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met je gezondheid? Daar ben ik ook al heel snel bewust van geweest. En dat is echt een blessing voor me geweest. Ik weet niet precies hoe dat is gekomen. Maar op een gegeven moment had ik echt begrepen dat als ik niet gezond ben, heb ik niks. Ja. Vaak komen men erachter wanneer ze in de 50, 60 zitten... Ja. Maar dan nu ga je heel veel geld maken en dan ga je die uitgeven aan het ziekenhuis. Is dat wat je wil later? Ik daag de jongeren vandaag constant uit daarover. Ik zeg, ja, je slaapt niet en je drinkt, je rookt, je doet je dingen. Of weet ik veel, je stresst uit voor allerlei zaken die niet zo belangrijk zijn, die je niet in je hand hebt. Ja. Als wat je niet kan controleren, waarom zou je stressen? Ja. Is de vraag. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar kan je dat trainen? Ja, je kan dat trainen. Je kan een mindset trainen. Je kan wanneer ik moest rennen, die kilometers en zo. En dat we moesten overgeven soms van trainingen. Met Bobby. Bobby ook. Ja, dat was een jongere. Je was zo moe voordat je keek naar die bosje. Oh. Had je al zware benen. Ja. Nee, maar ook gewoon die... En terugkomen die mindset. Voetbal is ook een hele... Is in principe een fysieke sport. Dus daarom moet je een atleet zijn. Ja. Maar iedereen... is toch aan het performen. Jij performt toch ook. Als jij niet gaat slapen voordat je hier komt. Dacht van, dan ben je niet zo fris. Nee. Wat voor effect heeft het niet slapen met je? Wat voor effect heeft het drinken op je? En als je dat dan gaat calculeren over de
dit zijn de dingen waar ik dan ook gewoon heel regelmatig over praat. Ik bedoel, zakenwijs, ik doe... ik heb een paar ondernemingen, maar ik doe ook aan public speaking. Ik doe aan inspirational speaking, maar ik doe ook training, coaching. Ik heb met een paar CEO's gewerkt, een tijdje. En dan gebruik ik de mind of an athlete. Oké. Bij Clarence Seedorf. Ja. Waarom? Omdat ik heb gezien met al die jaren, er zijn er mindere. Omdat ik pas gestopt ben met voetbal en anderen hebben misschien al 30 jaar, 40 jaar ervaring in zaken. Die het helemaal hebben kunnen doen. Nee, dus je kunt gewoon elke dag aan het leren. Maar er zijn bepaalde aspecten waar het opkomt op mindset. En kijk, als een topsporter heb je niet heel veel tijd om te gaan lopen nadenken op de dingen die je fout hebt gedaan. Ja. In een wedstrijd heb je daar al helemaal geen tijd voor. En diegenen die dat wel doen, die gaan alleen maar slechter spelen. En diegenen die kunnen shiften, oké, I missed this goal. Maar de volgende. Ja. De volgende gaat erin. Dat is een mindset. De beste kunnen dat heel makkelijk. En door sport word je daardoor eigenlijk onbewust getraind om het zo te denken. Elke 2-3 dagen moet je alweer aan de bak. Dus je hebt geen tijd om te lopen knagen en te kauwen op dingen die verkeerd zijn gegaan de dag ervoor. Maar in de zakenwereld, even je quarter. We gaan even kijken, elke 3-4 maanden krijgen we onze reports. En dan gaan we kijken waar we staan. Natuurlijk vandaag technologie kunnen ze dingen meer bijhouden. Maar de mindset nog steeds van, en dan is het slecht. En dan hebben ze weer 3 maanden nodig om dat op te pakken. En misschien pakken ze niet genoeg op. En dan gaat hij weer slechter en slechter. En ze ziet in zo'n negatieve spiraal. Dat is te veel tijd om na te denken over oplossingen. Dat is wat ik dan af en toe doe. Ja. In training. Ja. En dan sparren we erover. En dan maak je men bewust van waarom een week wachten als je eigenlijk in 10 minuten kan doen. Ja. Waarom een week boos zijn over iets terwijl ik eigenlijk na 10 minuten eroverheen zou kunnen komen. In ieder geval in een plaats waar het mij niet meer pijn gaat doen in de zin van gezondheid. Ja. Zodat ik beter kan performen. Want uiteindelijk gaat het daarover. Dus dat zijn de dingen die me hartstikke interesseren. Zeker voor de jongere generatie. Zeker met die telefoons die we nu hebben. En die online activiteiten. En de problematieken die we zien. Hè. En het is gewoon heel mooi om daarin mee te bewegen. Kijken naar de coaches. Wat doen de coaches nu? Methodologieën. Om in ieder geval met een beetje innoverende manier te kijken hoe we de jeugd van nu kunnen stimuleren om het beste uit ze te halen. Ja. Daar geloof ik wel nog steeds belangrijk. In. Ja. En wat ik ook mooi aan jou vind, is zeg maar wat ik dus zie, als ik dus naar al je beelden en interviews kijk. Ik merk ook zeg maar de laatste tijd ook heel veel rust in jou. Heeft ook te maken met je geloof, want je bent dus bekeerd, zag ik ook. Sinds wanneer, zeg maar? Nou, dat is 3 jaar geleden. Maar dat is niet... Ik denk dat heel veel mensen bekeren of gaan helemaal diep in religie. Wat niet zozeer mijn beweegreden is geweest. Omdat ze heel diep zitten. Fout diep zitten in het leven. Dat was bij mij absoluut omgekeerd. Ik zat eigenlijk in de beste fase van mijn leven. En daarna ben ik gaan nadenken. Waarom heb ik nou voor islam gekozen? En... ik denk dat het te maken heeft met mijn manier van leven. Ik ben eigenlijk constant een wereldburger geweest. Of van heel jong. Dus je hoort overal bij. Maar je hoort ook overal niet echt helemaal bij. Omdat je die connectie gewoon niet hebt. Omdat je vanwege het bewegen in de wereld. Dus de Muslim community is natuurlijk een hele grote in de wereld. En ik denk dat dat een van de beweegredenen waren. Waardoor ik die stappen gemaakt. Want ik heb eigenlijk nooit echt deel gemaakt van een community. Dat ik daar niet precies in zit. Ik ben gewoon te veel aan het reizen. Ik ben gewoon te veel in de wereld, zeg maar. Is het een soort houvast? Niet zozeer houvast. Feel that you're part of a community. Ja, mooi. Dat is denk ik, als ik het moet uitleggen heel kort. Ja. Dan is dat de weg. Kijk, want voor mij, alle religies zeggen min of meer hetzelfde. En zonder de spiritualiteit, voor mij bestaat er geen religie. Ja. Als je die spiritualiteit niet hebt, waar die connectie is met de verschillende religies. Dat is de humanity. Ja. En nou, de ene vindt zich beter in een bepaalde religie dan de andere. En nou, dat is voor iedereen, voor mij persoonlijk. Was je ook daarmee opgegroeid? Is zeg maar in je jeugd met religie? Nee, ik ben katholiek opgegroeid, christen. Ja. Mijn ouders. Maar ze hebben me nooit geforceerd om iets te doen. Maar je gaat als kind natuurlijk altijd mee. Je gaat naar de kerk, je hebt dingen. En nogmaals, ik was een bepaalde periode was ik helemaal in het boeddhisme. Okay. Vond ik hartstikke interessant. Ja. Dus ik heb,
en je leeft en je werkt en je ziet mensen, je ontmoet mensen, je leeft op bepaalde plekken. Nou, mijn vrouw is ook moslim. Ja. Ik zie die veel samen. Heel liberaal. Ja, heel liberaal. Maar ja, dus je gaat... Kijk, het is voor sommige mensen niet helemaal te vatten. Want als je niet veel gereisd hebt, dan kan je het niet helemaal vatten. Maar zie het maar zo. Op het moment dat je buiten je eigen omgeving gaat, zie je andere dingen. En doordat je andere dingen ziet, kan je op een gegeven moment bepaalde geloven die je hebt aanpassen. Want als ik geloof dat je alleen maar vooruit kan lopen, en ik ga naar een andere plek en zie dat die mensen ook achteruit lopen, ja, dan betekent dat ik ook achteruit kan lopen. Ja. En of je blijft koppig en je blijft daarin hangen, of je zegt nee, ik wil dat ook, want dat is heel interessant. Daardoor kan ik misschien langer naar bepaalde dingen kijken. Ja. Dus het is ook een beetje filosofie. En dat vind ik ook mooi van hoe jij dit doet trouwens. Er gewoon heel veel filosofie in zit. Want dat is wat men soms wel een beetje mist. Ja. Je hebt wel een filosofie nodig. Even terugkomen naar voetbal. Praten wel tactisch. Maar wat is nou belangrijker? Je speelsysteem of je filosofie? Ja. En ik denk dat filosofie belangrijker is. Als iedereen weet wat je filosofie is, dan maakt het niet uit wat voor systeem je speelt. Ja. Dan is je filosofie je hart van hetgene wat je doet. En dat is hoe ik in leven sta. Ik heb een hele duidelijke filosofie over dingen. En dat werkt goed voor mij. En wanneer ik ook in die gesprekken zit, zeg maar voor coach en alles, probeer ik echt te begrijpen waar die persoon is. Ja. Want wat voor mij werkt, hoeft niet per se voor die persoon te werken. Dus ook het lezen, empathie hebben om in te kunnen leven van wat is nou wat die persoon nodig heeft. Dat is een ander ding waar ik heel veel passie voor heb. Om echt talenten over het algemeen. Dat zit ik nu ook weer te doen met jou, want je bent ongelooflijk talentvol. het is voor het eerst dat we zo zitten. Ja. Maar ik geniet ervan. Ik kan er echt van genieten. En dan in hele mooie gesprekken raken, waar ik dan ook weer inspiratie uit haal. Ja. Want dat is denk ik wel een eigenschap van mij die ik heel centraal zet in mijn karakter. Is dat constant openstaan voor input en het kijken naar wat anderen hebben die interessant zijn en wat ik misschien van kan leren. Of, hè? Dat is een sponsor element wat je zei, want je bij Rijk dat al had. Ja, spons. Gewoon een sponsor. Maar ik vind het zeker belangrijk. Ik heb ook een natuurlijke interesse. Ik ben ook benieuwd als ik naar dingen kijk van hey, ik zie die man rust uitstaan. Ik zie je met je vrouw altijd quality time. Het is leuk om te zien. Het is inspirational. Ja. Weet je, ik denk mijn vriendin zie. Ik denk, hey, wij moeten ook vaker leuke dingen doen. Want... ik zie je uit eten met haar. Een feestje. De wedding bij Ronaldo volgens mij ook. Ja. Weet je daar ook. Ja. Weet je, denk van, hey, het is mooi om te zien hoe jullie dan. Weet je, dus you look happy. En dat is mooi om te zien. Dat is heel mooi. Ik denk dat, kijk, men vraagt, happiness, wat is happiness? Ik denk dat... Het is een dagelijks iets waar je in mijn ogen bewust naartoe moet werken, zeg maar. De keuzes die je maakt. Ik werk niet ook. Ik zeg mensen, ik ben aan het werken. Dit zijn allemaal dingen die ik doe, vind ik hartstikke mooi. Ja. Het is voor mij gewoon een blessing. Ik weet dat heel veel mensen heel veel dingen doen of werken waar ze eigenlijk niet zoveel mee hebben. Maar ze moeten, omdat ze natuurlijk brood op de plank moeten zetten. Ja. Dat is begrijpelijk en daar heb ik heel veel respect voor. En ik heb ook heel veel respect voor diegenen die zeggen nee. Zoals jezelf. Ik ga het gewoon doen. Ja. En ik ga het proberen. Ik weet zeker dat het niet makkelijk is geweest om alles op te starten. Ja. Weet je wel. Ja. En zo heb ik ook na mijn carrière dingen gestart. Waar ik geen benul van had. Ik heb 3 jaar in een bedrijf gewerkt. Voor het eerst in een corporate business. Zoveel geleerd. En ja, als je wil, kan je heel snel leren. Maar je gebruikt ook je talent. Want het is wel een basis. Ik bedoel, het is dat we niks kunnen... brengen op tafel, maar je zit in een nieuwe omgeving, nieuwe manier, nieuwe, alles is nieuw. Heb ik wel eens misters gehad op business level, dat je denkt, oh, nu achteraf had ik het zo aangepakt, een leermoment. Oh ja, zoveel dingen natuurlijk. Maar dat, kijk, ik zeg altijd, kijk, fouten maken, dat is eigenlijk heel belangrijk, zolang je ervan leert. Kijk, ja. En geen fouten maken als je allemaal safe wil spelen. Ja. Dat is eigenlijk wat we een beetje zien in de voetballerij. Hè? Er wordt heel veel safe gespeeld. Ja. Dat maakt het ietsje saaier. Ja. Risico nemen mag. Af en toe gecalculeerd risico. Maar fouten maken moet.
Dat is hoe je... Probeer je iets en dan lukt het niet. En dan ga je weer terug. Ja. En dan probeer je next time beter te doen. Maar die fouten dan te gaan zien van... Oh jezus, ik had het zo... Nee, dat weer niet. Weet je wel? Ik vind van... Je moet je, don't beat yourself up. Ja. Don't be too hard on yourself. Ja. Maar leer er wel van. Wees wel kritisch en zeg maar oké, nou. Dit had ik misschien zou kunnen doen. Ja. En ook, we gaan vanaf nu ook alle journalisten opvoeden... met ophouden met die vraag stellen over waarom jij niet werd opgeroepen voor de oefen. Shout out aan jou trouwens. Dat vond ik echt een goed interview, hoe jij gewoon kalm bleef. Dat je elke keer diezelfde vragen krijgt. Daar moeten we ook mee stoppen als journalist. Op een gegeven moment, als ik jou een vraag stel en ik zie gewoon dat jij, ja, dat het geen relevant verhaal is, stop. Doorgaan, ja. Vind ik, hè? Dus ja. Dat is mijn mening. Ik weet hoe jij erin staat. Maar weet je, dan zie je dat. Mijn moeder belt me en die zegt... Heb je gezien hoe Clarence... iedereen reageert. Zie hoe Clarence zich staat houdt, dit en dat. Clarence kan je niet gek maken. Ja, maar dat is wel knap. Ja, wat men soms vergeet... Ik ben zelf ook journalist. Ja. Ik werk al 15 jaar vanaf BBC en dingen en interviews doen. Mijn doel als ik met iemand ga zitten, is om een goed gesprek te hebben dat interessant is voor de luisteraars eventueel. Ja. En als het alleen maar om sensatie gaat, ja, dan ben ik misschien de verkeerde persoon. Maar ik was echt een heel mooi moment. 2010, Naomi Campbell en de CEO van Louis Vuitton. Die mocht ik toen interviewen. Want zij had natuurlijk een hele goede relatie met Mandela. Was in Zuid-Afrika, et cetera, et cetera. Ja. Ik vond het een speciaal moment. Kan je nou, als ik. Stel dat ik op dat moment haar zou gaan vragen over alle problematieke situaties waar zij mee te maken heeft gehad in het verleden. Zou gaan vragen. Heb ik toch een gemiste kans? Klopt. Ja. Dat wil ik niet missen. Ja. Dus het was gewoon all positive. Ik kwam er weer een paar maanden geleden tegen. En hadden we het erover. Is een leuke memory ja. van dat moment. En wat interviewers ook vergeten, of journalisten, is van als jij dat moment verpest, dan is dat de herinnering ook van de persoon aan het gesprek met jou. Dus je kan één keer kan je op iemand vlammen. Misschien twee keer forget lucky omdat je bij whatever zit. Maar je verpest wel een band met iemand. Of misschien, kijk, ik zeg altijd, goede interviewer, die gun je een antwoord. Die juiste antwoorden, die krijg je omdat de persoon het jou gunt. Maakt niet uit hoe slim je vraag is. Het is de energy. Ik zeg altijd, het interview wordt al bepaald voordat het interview begint. Ik zeg altijd, ik hou gesprekken. Dan kan je wat van vinden. Mensen zeggen, ja, maar waarom? Van, nou, je was niet kritisch. Nee, jij vond dat ik iemand door moest zagen. Ik vind het niet nodig. Ik wil iets anders uit het gesprek. Ja, maar dit. Vriend, ik... ben bezig met legendarische interviews. Dat als je over 10 jaar nog terugkrijgt, 20 jaar, dat je denkt, wauw, ik heb iemand echt leren kennen. Wow, ik heb... Want op het moment dat ik jou een hele rare vraag stel, dan automatisch gaat jouw mind op slot. Oh ja, hij wil die kant. Ik ga niks meer uit je krijgen. We gaan geen goed gesprek meer. De energy is shifting. En dat is wat mijn moeder mij zei over het interview van jou. Op de weer van, ja, je komt niet meer binnen. Maar daarna ben ik op gewoon van, oké, waarom stel je, waarom, zou je? Ja, en zeker als dingen voorbereid zijn. Dus, ja, maar dat weet je toch in de media? nou, weet ik eigenlijk niet. En dat zeg ik, bedoel, ik doe heel veel interviews ook natuurlijk. En ik heb een management daarvoor, die stopt de tijd in. En dat is ook goed om de mensen te laten weten. Kijk, ik krijg heel veel, 30 jaar, veel... vragen voor interviews of dingen. En ik heb daar mensen voor die zich bezighouden om dat te filteren, om dat voor te bereiden. En dat gebeurt op alle niveaus. Of het nou in het bedrijfsleven is. You know, als bepaalde CEO's in interview gaan, wordt het voorbereid. Ja. En dat betekent dat de antwoorden al helemaal klaar liggen. En dat er geen speling is om een vraagje te stellen, natuurlijk. Maar er is in ieder geval wel een afspraak. Mm-hmm. Want uiteindelijk heb ik ook een doel als ik die interview ga doen. Ja. En soms kan je ook gewoon in een gesprek stappen. Omdat je al weet wat die mindset is. Ja. Maar ik vind dat we inderdaad, zoals je zegt, het positieve
de waardering uitspreken voor wie iets goeds heeft gedaan. Dat is ook een beetje cultuur. En, ja, we mogen die cultuur best wel... ik was met Van Nistelrooy trouwens in Duitsland. Die best wel gaan kijken van Oranje. En daar hadden we het ook eventjes een beetje erover. En hoe mooi het is. Want ik zei tegen hem, ik was bij Madrid. En hij was een paar weken voor mij daar geweest. En ik zeg, daar hadden we het eventjes over je. Hij zegt, ja, echt waar? Ik zeg, ja. Ik zeg, we hebben zo slecht over je gepraat. Ik zeg, zo slechte speler. Je kon geen bal aannemen. Ik scoorde nooit. Ja. Weet je, en dat is mooi. Ja. En ik zeg, van, maar we hebben een goede relatie. Maar ik, en dan gaf ik gewoon even die waardering van mij als hem, naar hem toe. Wanneer ik praat over die andere gasten, of nou Ronaldo. Dus ik vind het mooi om te zeggen wat ik echt denk over die spelers. Ja, ja, ik vind het ook mooi als mens. Kijk, natuurlijk is het niet altijd kumbaya en dan kan je niet met iedereen het vinden. Nee, dat gaat niet om. Maar ik vind wel, je kan wel ook een platform creëren waarbij je mensen bloemen geeft. Ik vind ook heel mooi hoe jij over Ronaldo spreekt. Die met jou vraagt, wat is de meest fenomenale voetballer waar jij ooit mee hebt gevoetbald? Benoem je hem. Ik vind dat mooi hoe je dat uitlegt. Van, he is a different species, zei je een keer. Ja. Ja. Maar want wij zien die beelden terug. Maar ja, als voetballer, kan je soms ook naar een voetballer kijken en denken van, ja, welk planeet, wat is het met, ja. Ja, 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 kijk. Ik mag echt niet klagen met al die spelers waarmee ik heb gespeeld in mijn carrière. En ik neem hem altijd als highlight. Maar Ronaldinho, Rivaldo. Nou ja, we hebben uit onze eigen school hebben we natuurlijk ook Patrick. Ja. Die ook een fenomeen. Ja, ja man. Ruud, waar ik net over had. Speciale talenten. Die Edgar. Ja. Ja, Pirlo, Redondo, Maldini, al die gasten hebben iets speciaals. Rui Costa op een gegeven moment was mijn eerste jaar bij Milan. En dan, ik weet het nog heel goed, eerste jaar bij Milan was Rui Costa er. Die deed dingen op een manier, hij interpreteerde op een andere manier dezelfde rol. Ja. En wij hebben daar gewoon een gesprek over gehad. We gaan erover praten. Op een gegeven moment gingen we vrij trappen schieten en zo. Dan heeft iedereen zijn manier van trappen. En dan gaan we erover praten. Yes. Dat creëerde zo een ongelofelijke spirit. Want er was dus geen jaloezie. Er was van, ik wil meer daarvan weten. Waarom neem je die bal op die manier aan? Of waarom zoek je die paas zo snel of dit of dat? Nou, die gesprekken heb je niet tijdens een wedstrijd. Dat doe je op trainen, na trainen, rondom trainen. En met Ronaldo heb ik bepaalde gesprekken gehad. Was vooral bij Inter toen. Kwam hij net terug van zijn blessure. En hij had een capaciteit die ik dacht. Die wil ik ook. Dat wil ik ook hebben. En dat was lange rust maken. En dan voor het doel nog steeds de controle hebben. Om die bal binnenkant voet erin te schieten. Bijvoorbeeld. Ja. Ik heb begrepen dat kan niet als een middenvelder. Want de spits doet dat werk niet van de middenvelder. Dus wanneer die spits die bal op het middenveld pakt, heeft hij natuurlijk veel meer rust gehad om dat te doen. Maar ik heb wel geprobeerd te trainen. Ik ben erop verbeterd, maar dat kwam niet in die 5 meter gebied. Maar wel rond de 16. En dan vandaar had ik nog kracht om te gaan schieten. Ik heb erop getraind. Ik had dus op een gegeven moment Want hij maakte om terug te komen bepaalde sessies waarin zijn spel werd geïnterpreteerd in een trainingsschema. Hij moest dus links om het pion, rechts om het pion, 4 meter vooruit, 3 meter terug, 10 meter vooruit, weer terug. De dingen die hij heeft gedaan met de bal toen hij helemaal fit was. En ik keek naar die training. Dus ik zeg van, waarom is dat? Hebben ze me dus uitgelegd. Het is eigenlijk het kopiëren, een soort van virtual manier om zijn spel weer terug te halen voor hem. En dat te trainen. Ik zeg, ik wil dat ook doen. Want daarmee kan ik dit en dit gaan verbeteren. Toen ben ik dus bij Inter heb ik meegedaan met wat voor trainingen. Verschil is, nogmaals, mijn positie als middenvelder was erachter. En deed veel meer meters terug. Dus, maar het heeft mij wel verbeterd. Want ik had die 15 meter meer capaciteit dan rondom de 16. Oh, wow. Nog fris te zijn om
om dus vaker op doel te gaan kunnen schieten. Want dat is vaak het geval. Die mensen zeggen, ja, schiet. Ik heb net 70 meter moeten rennen. Ja. Ik had een actie daarvoor. Je bent niet meer zo fris wanneer je daar komt. Maar ik heb door dus zo'n gesprek en het kijken en proberen te nemen, heb ik dat aspect van mijn spel kunnen verbeteren. Ik kon echt nu veel langer die rustjes maken. Het is ook een mindset. Ja. Want misschien kon ik het daarvoor, maar ik heb het niet getraind. Dus ik wist niet wat ik kan. Op het moment dat je dingen gaat doen, weet je, oh nee, dit kan ik ook. Ik ga het dus nu vaker doen. En dat is één van de voorbeelden. Dat zie je maar, hè. Legendary talk. Ik vind gewoon, wanneer je weer hier bent, moet je gewoon weer komen. Mijn platform is jouw platform. Het is de place waar we echte gesprekken voeren. Ik ben trots op je. Je bent een legend, maar je bent ook een mooi mens. Wil je ook inzet om anderen te helpen. Je hoeft het niet te doen, maar je doet het. Dus dat betekent, jouw why en jouw purpose zit er al in. En alvast gefeliciteerd. Je bent op 1 april jarig. Ja, dank je wel. Wat je gaat doen op je verjaardag? Ik heb ook geen idee. Geen beker? Nee. Okay. Nee. Nou, je vrouw is georganiseerd waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Ja. Ik wacht niks. Het is weer een jaartje erbij, maar voor mij elke dag is mijn verjaardag. Bedoel, we zijn allemaal, elke dag is weer een dag waar we dankbaar voor moeten zijn. Ja, en Ramadan Karim. Je bent natuurlijk een... Hoe is Ramadan voor jou nu? Ja, lekker. Ik geniet ervan. Ik ben gestart voordat ik ben bekeerd. Omdat ik dus in Abu Dhabi woon al 6 jaar bijna. Dus je was eerder al gestart dan met Ramadan? Ja, doe gewoon mee. Wauw. Ja. Ja, wanneer je in een nieuwe cultuur, andere cultuur zit, probeer je je daarin te mengen. En, dat is ook een sign van respect. Mooi. Maar ik vind het wel mooi om een keer terug te komen over purpose te praten. Nee, dat gaan we zeker doen. Nee, zeker. Gaan we purpose praten. Ik ga hier de link onder zetten voor Biff All Stars. Wanneer moeten we daar zijn? Is jouw moment. 19 april, 20 april. Dus 20 april is de wedstrijd. 8:30 begint die. Ik geloof dat de deuren om 6:30 open gaan. Ja. En biffallstars.com. Ja. Ik zou zeggen, mis het niet. Want het wordt echt een spektakel. Ja, man. Legendary dingen, man. Je hoort het. Real talk, the realest conversation. Ik zei je al, legends komen hier. En niet zomaar legends. Mensen ook met een duidelijk verhaal en boodschap. En als je er wat van hebt geleerd, duim omhoog. Like, subscribe. Doe die notificatie aan. Dan ben je altijd op de hoogte. Reageer vooral eronder. Wat je is bijgebleven aan het gesprek. Wie je nog meer wil zien. Dit is The Platform. Andolix, real talk. The one and only Clarence Seedorf. Clarence, man, love naar jou, man. Bro, dat is dope, man.